Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de uitnodiging om op deze studiedag een verhaal te houden over het omgaan met eenheid in de kerkelijke praktijk. Ik neem de insteek vandaag in een van de vragen die mij werd gesteld tijdens de promotie. En een van de hooggeleerde opponenten die vroeg mij naar de relevantie van het wetenschappelijke onderzoek voor de normale kerkelijke praktijk. En dat die vraag door gemeenteleden nogal eens wordt gesteld, dat lijkt me voor de hand liggend. Maar ik vind het hoogstaan dat diezelfde vraag ook wordt gesteld in het wetenschappelijke debat. En toen mij op de mannen werd gevraagd wat ik had geleerd van Augustinus, dat was een van mijn antwoorden. Augustinus heeft mij geleerd om niet af te scheiden. En dat antwoord staat niet los van persoonlijke ervaringen met een kerkelijke afscheiding. Ik ben zelf opgegroeid in de Nederlandse Hervormde Kerk. Vanuit Rooms-Katholiek perspectief is deze kerk natuurlijk een afgescheiden kerk. Maar vanuit Nederlands protestants perspectief is het de vaderlandse moederkerk. In 2004 is deze kerk in een fusieproces overgegaan in de protestantse kerk in Nederland. Maar die fusie betekende niet alleen vereniging, maar ook een kerkelijke breuk. Een behouden deel van de Nederlandse Hervormde Kerk is niet meegegaan in die fusie en heeft zich afgescheiden in wat nu de Hersteld Hervormde Kerk heet. Een ander behouden deel, waartoe ik mezelf reken, is gebleven. En de scheuring die zich voltrok, bleef niet beperkt tot landelijk niveau, tot de vergaderzalen, maar die scheur trok dwars door gemeenten heen, door ambtsdragers heen, door gemeenteleden, tussen gemeenteleden, ook tussen families en zelfs ook in gezinnen. Soms de een met de ene en de ander met de andere kerk meeging. En zulke praktijkervaringen dwingen je om na te denken over je visie op de kerk, ofwel de ecclesiologie. In dat denkproces ben ik mede gevormd door Augustinus. Ik weet nog dat toen ik in de tijd afstudeerde in Utrecht op Augustinus, was ik vooral geïnteresseerd in de genadeleer. Maar toen ik zelf actief werd in de kerkelijke praktijk, raakte ik vooral getriggerd door zijn ecclesiologische inzichten. En dat proces werd geïntensiveerd en ook verdiept in de jaren waarin ik bezig was met het onderzoek onder leiding van professor Lambrechts en ook professor Van Geest. En iets wat ik in de loop van dat traject heb geleerd, mag ik nu met u delen. En dan beperk ik me vooral tot die thematiek van eenheid in de kerkelijke praktijk. Als het over eenheid gaat, dan kun je twee polen onderscheiden. Aan de ene kant de heiligheid en waarheid, dus de heiligheid vooral. Aan de andere kant de eenheid. En als je alle nadruk legt op die pol van de heiligheid, dan komt de eenheid in gevaar. Maar als je alleen de nadruk op de eenheid legt, dan gaat het weer ten koste van de heiligheid of ook de waarheid. Nou, levenslang heeft Augustinus gezocht, zijn weg gezocht in dat spanningsveld tussen die twee polen. Dat leidde in zijn jonge jaren tot een breuk met de kerk van zijn jeugd, de katholieke kerk. Hij raakte onder bekoring van het manicheïsme. Nu presenteerde dat manicheïsme zich in zijn dagen niet als een secte natuurlijk, dat zien wij vaak wel zo, maar het presenteerde zich als het betere alternatief voor de katholieke kerk. Nu is het ook wel mogelijk dat Augustinus bij zijn overgang naar het manicheïsme zich liet leiden door enig opportunisme, want zijn manicheïsche vrienden hielpen hem flink vooruit in zijn maatschappelijke carrière. Hij werd mede door hun hulp orator aan het hof van de keizer in Milaan. Maar als hij later nadenkt en reflecteert over die aantrekkingskracht van het manicheïsme, dan noemt hij vooral dat punt van de heiligheid van de kerk. De heiligheid en ook de waarheid. Aan de ene kant heeft het te maken met kritiek op het Oude Testament, maar veel belangrijker was voor hem de aantrekkingskracht in de manicheïsche heiligheidspretenties. Want bij de manichees was een streng ascetische moraal heel belangrijk. Ze lieten zich ook voorstaan op hun morele superioriteit, zeker in vergelijking met de katholieke kerk van die tijd. Augustinus schrijft dan ook, zij presenteren zich als toonbeelden van een rein leven en een prijzenswaardige zelfbeheersing. Nou, zeker in kloosterorde moet dat toch aanspreken. En dat Augustinus zich aangesproken gevoeld heeft, dat wordt vooral aan het eind van zijn leven duidelijk. Als hij echt vooral die punten noemt van de aantrekkingskracht, van de lokmiddelen van het manicheïsme, die heiligheidspretenties.
Kortom, als Augustinus in zijn jonge jaren overgaat naar het manicheïsme, dan laat hij zich zo leiden door die ene pol van de heiligheid of de waarheid, dat hij de katholieke kerk verlaat. Nu loopt dat manicheïsche avontuur in de praktijk uit op een desillusie. De kritische geest van Augustinus ontdekt dat het hele systeem van de manicheërs wel logisch klinkt, maar in werkelijkheid heel wat minder degelijk in elkaar zit dan hij dacht. Maar hij raakt nog meer teleurgesteld in de manicheïsche heiligheid. Zonder dat hij ontkent dat er oprechte manicheërs zijn, zegt hij wel dat de woorden vaak mooier zijn dan de daden. Hij heeft het ook over manicheërs die dan wel zo heten, maar niet echt zijn. Het lijkt wel veel, maar het valt tegen, zegt hij. En uiteindelijk keert hij terug naar de katholieke kerk en wordt door Ambrosius gedoopt. Als Augustinus daarop ingaat in zijn geschriften, dan probeert hij de manicheïsche kritiek op de onheiligheid van de kerk te weerleggen. Dat doet hij al in hele vroege geschriften. En dan probeert hij aan te tonen dat de katholieke kerk heiliger is dan de manicheïsche kerk. En toch merk je dat hij ergens wat ambivalent is over die aanpak. Hij kan wel proberen te bewijzen dat de katholieke kerk toch heiliger is, maar dat bevredigt niet ten volle. En als je zoekt naar Bijbelse argumenten, dan schrijft hij niet alleen over de heiligheid, maar ook over de onheiligheid van de kerk. Dan noemt hij twee gelijkenissen voor de kerk: de akker met onkruid en tarwe, maar ook de dorstel met koren en kaf. Wat wel interessant is voor de vraag hoe Augustinus echt omgaat met eenheid in de kerkelijke praktijk, dat is de vraag of hij nou gezocht heeft naar kerkelijke eenheid met die manicheërs. Daarop is het antwoord eigenlijk heel kort, dat heeft hij niet gedaan. Hij probeerde wel manicheërs terug te brengen in de katholieke kerk, maar nergens heeft hij zich ingespannen voor een vorm van kerkelijke eenheid met de manicheërs. Want die verschillen in leer en leven waren voor hem te groot. In plaats daarvan kiest hij voor een radicale breuk met de manicheïsche leer en de levenspraktijk en keert terug. Dus die inspanning voor kerkelijke eenheid, die betekende geen ongelimiteerde eenheid. Toch heeft hij zich wel intensief ingezet voor kerkelijke eenheid. En dat merken we vooral als het gaat over de houding tegenover de donatisten. De donatistische kerk die heeft zich afgescheiden vanwege de onheiligheid van de kerk. En die bestaat al zo'n 80 jaar in de tijd van Augustinus, als hij presbyter wordt in Hippo. En in die kerkelijke context waar Augustinus functioneert, is die donatistische kerk omvangrijk en ook invloedrijk. Professor Lambrechts heeft wel eens op gewezen dat die donatistische kerk veel groter was dan de katholieke kerk. En verder stonden die donatisten bij het gewone volk bekend als christenen die het nauwer namen dan de katholieken. Nergens probeert Augustinus dat te betwisten. Dat is opmerkelijk. Hij erkent min of meer dat het echt waar is dat de donatisten het vaak nauwer nemen met een heilige levenswandel dan zijn eigen kerkvolk. En dan schrijft hij dat er geen verschil van inzicht is met de donatisten in de doctrina, in de leer en in de sacramenten. Het enige verschil, zegt hij, is dat jullie je hebben afgescheiden. Dat zegt hij tegen de donatisten. Dus die geestelijke verbondenheid met de donatisten zijn voor hem een belangrijke motivatie om zich in te zetten voor kerkelijke eenheid. Daar heeft Augustinus ongelooflijk veel energie in gestoken in zijn ambtelijke functioneren vanaf het begin tot ook later toe. Dat deed hij in persoonlijke gesprekken, in brieven, in preken, ook in polemische, soms heel heftige geschriften, in kerkelijke vergaderingen en ook in contacten met de overheid. En je merkt bij Augustinus dat hij eerst wel hoopvol is over een positief resultaat. Maar de praktijk was ook toen al weerbarstig. Die donatisten zaten helemaal niet te wachten op terugkeer naar de katholieke kerk. Ze hadden het prima met elkaar. En van meet af aan hebben ze de katholieke kerk veroordeeld vanwege die vermeende onheiligheid. En ze zijn niet bereid om zomaar alles
wat ze gezegd hebben en geschreven hebben te herroepen. Je ziet in de loop van die strijd eerder een verharding van standpunten dan echte toenadering. Zowel bij de Donatisten als ook bij Augustinus, terwijl van beide kanten. En beide partijen claimen de waarheid, beide partijen claimen de ware heiligheid, beide partijen presenteren zich als de ware kerk. En beide partijen verwijten de ander afscheiding. Dat conflict loopt uit op een juridische strijd, eigenlijk opnieuw een juridische strijd, waarin beide partijen een beroep doen op de overheid. En in dat juridische gevecht gaat het over van wie zijn die kerkgebouwen nou? En de kerkelijke goederen, wie heeft daar recht op? De Donatisten of de katholieken? En als je daarover leest, dan lijkt dat een onverkwikkelijke periode uit een ver verleden. Maar toen ik zelf in de kerkelijke praktijk te maken kreeg met de verwikkelingen van de kerkelijke afscheiding, zag ik die minder fraaie kanten van het verleden in het heden herleven. Ineens waren juridische processen, beroepen op de overheid, gedoe over kerkelijke goederen aan de orde van de dag, inclusief de zeer hoog oplopende negatieve spanningen, emoties en ruzies en alles wat erbij hoort. In het conflict met de Donatisten heeft de overheid herhaaldelijk beslist in het voordeel van de katholieke kerk. De overheid heeft ook met dwang geprobeerd om de Donatisten te dwingen tot terugkeer. Dat heeft Augustinus verdedigd. Al was hij wel wars van alle excessen. En dat ligt natuurlijk gevoelig in onze tijd. Dwang, dat hoort toch niet bij het geloof, zeg je dan. En terecht. Op zich kun je het wel plaatsen in de context van zijn tijd. Maar ik zie hem liever in andere opzichten als een voorbeeld voor ons. Ik denk aan de manier waarop hij in die donatistische strijd zijn kracht zocht. Niet in overheidsingrijpen of andere dingen, maar vooral toch in theologische en bijbelse argumenten. Daar geeft hij immers het volle pond in zijn eigen geschriften en in zijn preken. Maar als het over die theologische argumenten gaat, dan zoekt hij zijn weg weer tussen die beide polen van de heiligheid en de waarheid en ook de eenheid. Die twee polen. En steeds meer hecht hij dan waarde aan het principe, het ecclesiologische principe, dat de kerk een gemengd lichaam is. Het corpus permixtum. Daar bedoelt u mee dat de kerk op aarde niet alleen bestaat uit ware gelovigen, maar ook uit, hij noemt het dan naamchristenen of fictieve christenen, die volgens hem geen ware gelovigen zijn. Concreet betekent dat het volgende. Tegenover de Manichaeërs probeert hij nog te bewijzen, de katholieke kerk is beter dan de Manichaeërs. Dat doet hij niet meer tegenover de Donatisten. Wat doet hij wel? Hij erkent ronduit dat er in de kerk vele christenen zijn die een onheilige levenswandel leiden. Dus hij erkent dat die Donatisten een recht van spreken hebben met hun kritiek op de katholieke kerk. Maar des te meer betwist hij de heiligheidspretenties. Hij betwist dat zij werkelijk een heilige kerk zonder kaf zouden zijn. En dan probeert hij de Donatisten ervan te overtuigen dat er ook bij hen naamchristenen zijn. Dat het echt niet allemaal koren op de dorsvloer is. En de bedoeling is dat ze daarmee moeten erkennen, ja, al is er kaf in de kerk, dat is geen legitieme reden voor het afscheid. Voor dat theologische of bijbelse principe dat de kerk op aarde een gemengd lichaam is, beroept Augustinus zich op Cyprianus. Maar dan laat ik nu verder rusten. Ik beperk me even tot die schriftgegevens die hij dan noemt, die ook bij Cyprianus terugkomen voor een deel. Dan noemt hij bijvoorbeeld als beelden voor de kerk de ark. Daar zaten reine dieren, maar ook onreine dieren in. Een wat minder bekend beeld is uit Ezechiël 9, vers 4. Daar gaat het over de verzegelden in het volk van Israël, wel of niet verzegeld. Hij noemt een beter bekend voorbeeld uit de kring van de apostelen of de discipelen. Het waren de 12, maar één van hen is Judas. Hij noemt het visnet met de goede en ook slechte vis. De kudde met schapen
en bokken. De akker met onkruid en tarwe. En in het bijzonder ook de dorsvloer met koren en kaf. Nou, ik laat nu verder rusten waarom die dorsvloer bij Augustinus de belangrijkste metafoor is geworden. Ik kan u verzekeren dat er belangrijke redenen waren dan dat ik er een proefschrift over zou schrijven. Maar waar het vooral om gaat, is de boodschap die hij ermee communiceert. Want volgens hem leren we uit de Heilige Schrift en uit de traditie dat de kerk in de tegenwoordige tijd niet alleen bestaat uit koren, maar ook uit kaf. En daarom is de aanwezigheid van kaf geen reden om die dorsvloer van de kerk te verlaten. En daarom benadrukt hij dat in de kerk het koren het kaf moet verdragen, tot de dag aanbreekt waarop Christus zelf koren en kaf zal scheiden. In debat met de Donatisten bewijst Augustinus zich ook als een ervaren en ook getrainde retor. Hij weet zijn tong en zijn pen meesterlijk te hanteren. Soms wordt de toon zeer scherp. Meer dan we vaak gewend zijn. Dan denken wij wel eens, dan moet dat nou zo scherp gezegd worden. Maar dat gebeurde wel van beide kanten. En wat belangrijker is, dat hij wel gemotiveerd is door het verlangen naar het herstel van de kerkelijke eenheid. En een heel mooi voorbeeld daarvan, dat is een verenigingsvoorstel dat hij heeft opgesteld met collega's aan de vooravond van een belangrijk juridisch proces over die kerkelijke kwestie, ook de kerkelijke goederen. Dat waren de Carthaagse rechtszittingen in het jaar 411. Daar werd ik trouwens ook op gewezen door professor Lambrechts. En een belangrijk onderdeel van dat verenigingsvoorstel is dat die donatistische bisschoppen, die waren dus afgescheiden, maar dat ze in geval van hereniging hun ambt zouden behouden op voet van gelijkheid met de katholieke bisschoppen. Maar u zult begrijpen dat vereist voor zo'n voorstel is de wederzijdse erkenning van elkaar als ware christenen. Want anders kun je zo'n voorstel niet doen. Die boodschap die Augustinus heeft voor de Donatisten, die communiceert hij ook in de eigen gemeente. Hij reageert in die preken op de zuigkracht die juist bij serieuze christenen ervaren wordt vanuit bijvoorbeeld de Donatistische kerk. Want daar zijn ze toch eigenlijk veel heiliger en noem het allemaal maar op. Dan toont hij ook begrip voor de teleurstelling over de eigen kerkelijke praktijk. Ik kan begrijpen dat mensen soms teleurgesteld zijn in hun eigen gemeente. En des te meer spoort hij ze aan om trouw te blijven in die kerk. En toch niet weg te gaan en niet te verlaten vanwege de onheiligheid. En dan noemt hij die verdraagzaamheid, die tolerantie, als belangrijk kenmerk van het koren. Dat heeft alles te maken met de liefde die bij Augustinus ook centraal staat, dus zult u begrijpen. Tegelijk is dat krachtige pleidooi voor verdraagzaamheid bij Augustinus geen pleidooi voor ongelimiteerde tolerantie. Heb je weer die beide polen? Hij weigert eenzijdig te kiezen voor die pool van de eenheid ten koste van die pool van de heiligheid of de waarheid. Je kunt met recht van hem zeggen dat hij in zijn ambtelijke bediening levenslang doortrokken is van een intens verlangen naar heiligheid in de kerk. Dat merk je in zijn aandacht voor de kerkelijke tucht bijvoorbeeld, maar ook heel gewoon in zijn preken. In zijn vele preken is dat een gouden draad. Wat je wel kunt merken is dat in de loop van zijn ambtelijke bediening dat zijn verwachtingen wat minder hoog gespannen worden. Aanvankelijk legt hij de lat heel hoog als het gaat over de heiligheid van de kerk en van de kerkleden. Maar als hij zelf presbyter en later bisschop wordt, krijgt hij te maken met een werkelijkheid die soms wel heel ver verwijderd is van het eigenlijke ideaal. Ik hoef u niet te vertellen dat teleurstellingen in de kerkelijke praktijk ook kunnen leiden tot het opgeven van je oorspronkelijke idealen. Het kan ook leiden tot cynisme. En tot bitterheid. Maar wat ik aansprekend vind in Augustinus is dat ideaal van heiligheid hoog bij hem blijft staan. En misschien nog wel meer iets anders. Dus niet alleen dat hij die heiligheid toch hoog houdt,
ook in die weerbarstige praktijk, maar ook dat hij die onheiligheid niet alleen waarneemt in de kerkelijke wereld buiten zichzelf, maar ook in zichzelf. Die permixtio, dus die vermenging van koor en kaf, krijgt ook een persoonlijk element. Die doortrekt niet alleen de kerk, maar ook mijzelf. In dat verband spreekt hij niet over een vermenging van koren en kaf, die begrippen gebruikt hij dan niet, maar wel van geest en vlees, Romeinen 7. Maar wat hij bedoelt is dat het zondige niet alleen ligt buiten jezelf, maar dat het zondige ook ligt in jezelf. En dan merk je een zich verdiepend besef van zonde en genade. Dat hij ook echt uitgroeit tot die doctor gratiae, zeg maar die leraar van de genade die niet meer durft te vertrouwen op iets van de mens, maar des te meer op Gods en Gods genade alleen. En dat besef van eigen onheiligheid, die overtuiging dat je zelf van onverdiende genade leeft, maakt ootmoedig en ook verdraagzaam. Daar ligt denk ik ook het echte geheim van de verdraagzaamheid. Dat je weet, ik ben in mezelf niet beter dan de ander. Ik moet diezelfde genade van Christus hebben. Daar mag ik van leven. En tegelijk merk je dat dat besef van genade niet het einde is van het ijveren voor die heiligheid. Het maakt hem ook weer strijdbaar in die strijd tegen het pelagianisme, het semi-pelagianisme. En hoe we daar ook over denken, we merken wel dat het die liefde van Christus is die verbinding zoekt. En dat is en blijft een zoektocht tussen die beide polen, van de heiligheid en de waarheid, en aan de andere kant die pol van de eenheid. Daarbij bewijst deze studiedag over Augustinus dat het bezig zijn met deze grootheid uit de oudheid verbindend werkt in een verdeelde wereld en een verdeelde kerk, die toch de kerk is. Dank u wel.